En hier, dames en heren, met zijn voltallige liveband is dit Erwin Nijhoff. Zondag 8 januari, op de 88ste geboortedag van Elvis Presley, is de première van de theatervoorstelling Elvis the Music. Hiervoor kruipt zanger en gitarist Erwin Nijhoff in de huid van zijn grote held. Love me tender, love me long, take me to your heart. Ja, Erwin, dit waren een aantal fragmentjes die jou zeer lief zijn. Er zijn natuurlijk talloze meer. Oneindig, die man heeft al bijna 1000 nummers op. Ja, niet te kiezen. Het is niet te kiezen, maar we hebben toch maar zoveel mogelijk aan jouw wensen... proberen te voldoen. Ja, favoriete liedje van mijn moeder zat er ook bij. Ja. Claudie, Miss Claudie. Toen ik net begon met muziek maken, zei ze... Dat nummer van McCloud, zou je niet eens willen... Ja? Dus dan speelde ik weer. Ja. En waarom was dat zo'n favoriet nummer van haar? Ja, zij vond het een mooi nummer. Ja, misschien ook wel dat ze het zo mooi vond dat ik muziek maakte. En, want ik heb ook mede... Zij zorgde er ook voor dat die gitaar er kwam. En, dus ik noem heel vaak mijn vader in de invloed. Want die had dan een paar singeltjes en een paar albums van Elvis... Maar ik vergeet mijn moeder vaak te noemen, dus bij deze... Ja. Heb je dat nu maar alvast gedaan? Ja, ja, ja. Ja, jouw vader was vrachtwagenchauffeur en die draaide... Ja, mijn vader was boer, maar daarnaast... mijn opa en oma leefde toen nog. Opgegroeid een boerderij naast mijn opa en oma. En, dus die runde toen de boerderij nog, maar daarnaast was hij ook vrachtwagenchauffeur. En ja, dat klopt. Kon dat tegelijkertijd? Omdat mijn opa en oma die boerderij... Ja, ik zie ze nu ook heel vaak rijden op de weg. Mijn vader was echt een pionier. Dat, ja, ja. Ja. Wat maakte Elvis zo bijzonder in jouw ogen? De veelzijdigheid, de verbinding. Hè, blank en zwart, wit en zwart. Hij bracht wit en zwart dichter bij elkaar. Tijdgenoten Chuck Berry, Little Richard, die zei ook... Ja, als Elvis er niet geweest was, waren wij als zwarte artiesten nooit gehoord. Nee. Want hij groeide natuurlijk arm op in Tupelo, Mississippi. Ook tussen de zwarte bevolking. En hij zegt, het enige wat ik heb proberen te doen... is net zo goed te worden als Arthur Crudup, de schrijver van That's Alright Mama. En die op straat zag spelen als jochie in Tupelo, Mississippi. En toen Elvis voor het eerst het liedje van Arthur Crudup opnam... dat was zijn eerste hitje lokaal. En toen dachten ze dat hij zwart was. Ja. Omdat hij gewoon zo'n losse manier van zingen had. Dus en bewegen. Een stylist in haardracht, in kleding, in looks, man. Alleen die naam al, Elvis Presley. Ik bedoel, hoe verzin je het, weet je wel? maar ook gewoon de veelzijdigheid. Ja, wordt altijd gedacht qua muziek. Maar eigenlijk heeft hij de wereld veranderd. Ja. Als je dat heel erg op de loep neemt. Het heeft zoveel invloed gehad. De hele wereld liep op een gegeven moment die vetkuip. Met die bakkenbaren. Maar nog iedereen even wil Elvis zijn. Ja. Dat, ja. Nog even terug over dat blanke zwart. Wit en zwart is het ook. Ja. Hij heeft ook een nummer geschreven in 68 na het overlijden van Martin Luther King. Ja, dat was eigenlijk speciaal geschreven voor. Hij was toen bezig met zijn comeback special. Toen zat hij jarenlang vast aan een filmcontract. Waar hij dus tot grote frustratie hele slechte scripts kreeg. Maar hij zat er wel aan vast. Toen kreeg hij de kans om terug te komen. Dat noemen ze de 68 comeback special. En in 1968 kwam hij terug. En Steve Binder, die producer... die
die negeerde de manager, de Nederlandse manager, Dries van Kuijk, ja. Colonel Parker. Want die zei, ja, Elvis moet een paar kerstnummers doen en dan stoppen we weer. Merry Christmas en Good Night. Nou, maar die bende die zei, ja, hallo, dat gaan we niet doen. Maar hij zag de potentie van Elvis. Hij zegt, dit is gewoon de ultieme kans om weer te laten zien wat je waard bent. Nou, en ook op een gegeven moment, die special kwam uit, de Beatles en de Stones, Bob Dylan. Oh, onze held kan er nog steeds. Maar toen in die periode met de opnames werd Martin Luther King in Memphis doodgeschoten. En toen Elvis was daar zo door geraakt. En dus die zei, man, die man die predikt alleen maar liefde. Stukje kijken? Laten we eens doen. Ja. Ja, geweldig. Had hij veel meer moeten doen. Maatschappelijk georiënteerde nummers opnemen. En, ja. Ja, dus maar jij hebt zelf echt met leden van de originele band opgetreden in de Melkweg. Ja, ik heb een aantal gespeeld. En de bekendste zijn James Burton, gitarist, en Scotty Moore. En Scotty Moore was toen Elvis doorbrak, was Scotty Moore de gitarist. Ja. Scotty Moore is bijvoorbeeld ook de held van Eric Clapton, Mark Knopfler, de Beatles en de Stones. Maar allemaal hoe is dat fan. Dan? Jij... Zelf met zo iemand op het podium te staan. Ja, onwerkelijk. Ik had het hele leven lang had ik al dat ritme zat daar in mijn lijf. Ja. En met heel veel bands gespeeld. En in één keer sta je met de oorspronkelijke gitarist. En uiteindelijk drummer heb ik ook nog meegespeeld, DJ Fontana. En dat je tikt af. En in één keer denk ik. Nou klopt het. Helemaal. Ja. Nou, we willen je heel graag horen. Je kunt je bij de band voegen, die staan al klaar. Het is een muzikale voorstelling. Hij gaat in de voorstelling niet Elvis nadoen. Maar hij is hem gewoon, kunnen we wel zeggen. Maar de voorstelling is tot en met 25 maart te zien in de theaters. Begeleid door zijn voltallige liveband is hier Erwin Nijhoff met That's Alright Mama. Dank voor het kijken. En Sander kan die taart best kijken, maar daar staat hij. Tot morgen. Dag. Oh.